De Belgische staatsbon op 1 jaar is geen interessante investering en toch zijn er massaal veel Belgen die er geld hebben ingestoken. Een belangrijke reden daarvoor is misinformatie online. In deze video geef ik 5 voorbeelden van verkeerde informatie over de staatsbon. Laat ons beginnen met een voorbeeldje van de VRT. Hier schrijven ze dat er extra belastingen komen kijken bij bijvoorbeeld Duitse staatsobligaties. In realiteit zijn de belastingen net lager bij deze obligaties. Je gaat namelijk 0% roerende voorheffing betalen in plaats van 15%. Zoals bij de Belgische staatsbon. Het tweede voorbeeldje is iets dat de Tijd schreef. Hier schrijven ze dat de meest vergelijkbare producten voor de Belgische staatsbon een spaar- en termijnrekening zijn. Dat is natuurlijk complete onzin. Het meest vergelijkbare product voor een Belgische staatsobligatie zijn staatsobligaties van andere veilige landen zoals Duitsland en Oostenrijk met een hoger netto rendement. Derde voorbeeldje, Gazet van Antwerpen. Zij doen het al iets beter. Ze schrijven dat de Duitse obligatie inderdaad een hoger rendement geeft, maar ze schrijven dat die Belgische laagdrempeliger is. Realiteit is het heel gemakkelijk om zowel de Belgische als de Duitse te kopen. Ik plaats al een video online over hoe je die Duitse koopt en ik denk dat iets van een 15 seconden duurt. Vierde voorbeeldje, test en koop. Deze fout heb ik heel vaak zien passeren en dat is een verkeerde conclusie op basis van een irrelevante vergelijking. Als je de Belgische staatsbon vergelijkt met bijvoorbeeld een spaar- of termijnrekening, ja, dan komt hij er natuurlijk interessant uit, maar dat is gewoon een oneerlijke vergelijking. Een vijfde en laatste voorbeeldje, deze vind ik zelf het best en dat is eentje van de Standaard. Dit is wat er in de Standaard werd geschreven. In éénzelfde zin zijn er 2 zaken die mijn factcheck niet doorstaan. Ten eerste wordt er geschreven dat de overheid 15 tot 30% roerende voorheffing kan innen op de bedragen die nu in die staatsbon en op termijnrekeningen worden gezet. In realiteit kan de overheid dat percentage natuurlijk alleen krijgen op de interest, niet op de inleg. Ten tweede wordt er geïmpliceerd dat de overheid nu lekker veel gaat verdienen aan 15% roerende voorheffing, maar wie betaalt er de interest van die Belgische staatsbon uit, denk je? Exact, het is natuurlijk de overheid die die interest op de Belgische staatsbon uitbetaalt. Dit brengt de overheid dus geen 15% op, dit kost ze vooral 85%. Dat waren de 5 voorbeeldjes van frappante misinformatie over de Belgische staatsbon. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben en follow voor meer tips en tricks over personal finance.